Goedemorgen, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland en boven het westen zien we een streep met opklaringen. Die opklaringen trekken langzaam naar het oosten. Daarna komen er weer nieuwe wolkenvelden vanaf de Noordzee, dus de wolken hebben de overhand. En lokaal kan er een buitje vallen, met name in het zuidoosten en in het noordwesten. Temperaturen vanochtend zo'n 13 tot 15 graden, vanmiddag 13 tot 17 graden. Dus die heerlijke 20 graden van gisteren, die zitten vandaag echt niet in. Wel wat meer wind, windkracht 3 tot 5. Vanmiddag nog een enkel buitje, maar vanavond is het op de meeste plaatsen droog. En ook dan hebben we wolkenvelden en enkele opklaringen. Temperaturen halverwege de avond een graad of 13. Morgen is het allemaal iets vriendelijker. De kans op een buitje is nog kleiner dan vandaag. En de temperatuur die is ongeveer hetzelfde, 14 tot 16 graden. Maar de zon schijnt wel wat vaker. De wind is aan zee iets minder sterk en in het binnenland juist wat sterker. Woensdag is het beter weer, dan blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het 14 tot 17 graden. Donderdag moeten we rekening houden met regen, en ook vrijdag vallen er een paar buien. En de temperaturen doen nog steeds niet aan de zomer denken. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.